Het is niet gelopen zoals het had moeten lopen. Maar ik kan het niet terugdraaien, mijn vader kan het niet terugdraaien. Het is gewoon heel triest. En nogmaals sorry aan de mama als ze nog leeft. En dan de broer of de zus van mij. Maar ik wil je echt graag leren kennen. Op een zeker moment, mijn pa zat al in RVD, omdat hij een zware hersenbloeding had gehad. En hij had een vriend van 54 jaar lang, lange vriendschap. En die was op een of andere reden niet zo welgezind. En op een zeker moment zegt hij tegen mij, maar zeg jij de oudste niet, weet je dat? Ik zeg, wat? Maar nee, zeg jij de oudste niet? Heb je nog een broer of een zus die ouder is? Je pa heeft nog een kind voor zijn trouw gehad met iemand anders. Dus en vanaf dat moment waren alle personen die rond de 47, want ik was op dat moment 47, op dat moment alle personen die ik zag op straat, die rond mijn leeftijd waren, die ons profiel hadden, vroeg ik me af, zou dat nu mijn broer zijn? Zou dat mijn zus zijn? Maar ik wist zelf niet eens het geslacht van die persoon. Ik vond het verschrikkelijk. Na de dood van mijn pa heb ik mijn moeder ermee durven confronteren. Ze was er dus gelukkig van op de hoogte. Maar zij zei dat het niet klopte dat mijn pa daar de papa van kon zijn, omdat het ging om een hoertje van in de kazerne in Gent of Brussel. Maar een zus van mijn pa, die een kruidenierswinkel had in Staden, zij heeft gezegd tegen mij van, het is iemand van langs hier, ze sprak ons dialect en ik meen me te herinneren dat ze van Torhout was. Het zou om een jongen gaan. Dus ja, voor mij blijft het allemaal nog steeds vraagtekens. Maar één ding is zeker, ik ben de oudste niet van mijn papa. Er is nog iemand. De trouwfoto van mijn pa en mijn ma. Mijn ma was 31 en mijn pa 26 toen ze huwden. En het huwelijk is doorgegaan in Lichtervelde. En na het huwelijk zijn ze verhuisd naar Duitsland. Ik vind dat ik ook één keer, al is maar één keer die persoon mag zien, als die zij of hij geen contact zou willen, is alles wat ik dan eigenlijk vraag, mag ik jou één keer zien, mag ik jouw geboortedatum hebben en jouw naam. En daar ben ik al heel blij mee. Maar natuurlijk, als er een vriendschap kan uitkomen, nog zoveel te beter. Krant van West-Vlaanderen leeft met je mee.